Ja, dit is een beetje het scenario als we in 1936 niet waar Hitler hadden opgeruimd, dan hadden we geen Tweede Wereldoorlog gehad. Ik zou zeggen, ook bij een dergelijke actie worden hele grote risico's genomen. Hoe zeker ben je van de zaak dat je hem inderdaad in één klap opruimt? Hoe zeker ben je van, van het feit dat hij niet in een on, onantastbare schuilkelder leiding kan geven aan. ...een inzet van het nucleaire apparaat wat er is. Het verlossen, kunt u mij horen? Ik hoor wel van ambtenaren achter de schermen... ...dat Rutte een, een prima kerel is om... ...hij kan wel eens met de deuren slaan... ...maar het is wel ook een, een fijne... Ja, dat hoor je al jaren, ja. Nou, dat is op zich wel goed... ...want met Ariep zie je dat het dus ook anders kan aflopen. Ja, dat, nou goed, dat onderzoek moet nog gedaan worden... ...dat is helemaal de vraag of het überhaupt nog gedaan gaat worden... Want dat heeft zich weer op een zelfstandige manier tot een etterende wonde ontwikkeld. Waarbij eigenlijk of het gedaan moet worden ja of nee nu in één stuk de klemmende vraag is. Ja. Wat ook raar is. Waarbij volgens mij een topambtenaar die het onderzoek leidt zelf ook geklaagd zou hebben. Ja, dat is niet verstandig dan. Dat hij dan, dat hij aangewezen om dat te doen. Ja. Nog eventjes over... Maar ja, maar dat is natuurlijk ook, het is uitgelekt. Dat moet nu ook onderzocht worden, wie het heeft gelekt. Je weet, daar komen ze nooit achter wie het gelekt heeft. Dat is hartstikke lastig. Eh, Tenzij dat bewijs is. Maar, ja, omdat dat allemaal boven tafel is gekomen. Ja, zou ik als ik Ariep was toch wel willen dat er een onderzoek gedaan zou worden. Dat er in ieder geval iets duidelijk wordt gemaakt. Maar ja, of het allemaal niet zo oplevert. Ik weet niet. Kijk, Ariep is beschadigd en, en dat gaat niet meer over. Nee, dat is waar. Nog even over de vluchtelingenstromen en het plan wat nu op tafel ligt van de staatssecretaris. Gemeentes krijgen dus extra geld als ze dus meer mensen uh, opvangen ja, dan 2500 piek. Ja, waar, waarbij de staatssecretaris. per vluchteling. Ja, en dan zei die staatssecretaris: dat is anzien, per, per vluchteling is dat geen groot bedrag. Maar als je er honderden opneemt, is dat een aanzienlijk bedrag. waar je dus met dat geld goede dingen kunt doen voor de maatschappij. Want het mag overal aan besteed worden. Oh. Vind je dat ook een goede ontwikkeling? Nou, het, is een beetje, het riekt een beetje naar omkoperij toch? Financiële prikkel zit er dus. Ja, de kwestie is natuurlijk dat zonder gedwang. klaarblijkelijk de gemeente zegt. je kunt de pot op met je vluchtelingen. zoek het maar uit. Uh, ja, ik zou zeggen. wat ik nooit goed begrepen heb. bij de hele vluchtelingenproblematiek. dat is eigenlijk. Uh, dat ze ze altijd sturen naar plaatsen als te bergen. dan weet je van tevoren. dat je geduld krijgt. Uh, dat, dat, dat zijn natuurlijk. ja die dorpelingen die het liefst zien, dat er helemaal nooit iets verandert. Hè? Dat alles bij zoals het in 1881 ook al was. Eh. Je moet die microfoon even. Je hebt een hele oh. mooie sjaal, want we horen nu heel veel ruis. Ruis van de sjaal, sorry. Ja, ja. ja, dames en heren, ik zit hier koud te kleumen. Vind je het koud? Nee, helemaal oh. niet. Anders doen we de verwarming aan. Nee, nee helemaal niet. Hoor. Ik ga het wel overleven. Oké. Okay. Hey, ik had nog eventjes een, een vraag over, um, uh, de, de, ja, over China. Er zijn best nog veel, veel vragen binnengekomen. Ze zijn wel allemaal een beetje hetzelfde: van, uh, is Van Rossum naïef? En um, dan heb je al beantwoord: en uh, sinds wanneer is Van Rossum China-deskundige? Maar je hebt het gewoon in de krant gelezen. Hè? Dus is gewoon een... Ja, die, dat is een interessante vraag. Uh, misschien moet ik voor alle helderheid nog eens duidelijk maken: ik ben geen China-deskundige. Ik ben geen parlementaire deskundige. Zelfs het Amerika-deskundige. Is, is eigenlijk ook onzin als je dat op de keper beschouwt. Ik ben dus eigenlijk op vrijwel geen enkel terrein ben ik een deskundige. Behalve dat ik misschien van de geschiedenis van de afgelopen 100 jaar wat meer weet dan de gemiddelde Nederlander. Dat zou je deskundigheid eventueel kunnen noemen. Maar dat ben ik dus niet. Het probleem is dat deze vraag, kritische vragenstellers eigenlijk zeggen hij is helemaal geen China-deskundige, laat hij zijn mond houden. Uh, ik, al mijn oordeel is gebaseerd op gezond verstand, een zekere achtergrondkennis en het feit dat ik ijverig de krant lees of anderszins het blad is een blad als voor en Vers of the Economist of nou ja, dat ik die dingen lees die de vragenstellers, althans dat is mijn indruk, niet lezen. Okay. Dus ja, eigenlijk zou je ook omgekeerd kunnen zeggen, hoe zijn ze eigenlijk in staat om te beoordelen of ik er wel of niet een goede China-deskundige ben? Maar ik ben helemaal geen deskundige. Ik ben iemand die op basis van gezond verstand probeert tot een zo helder mogelijk oordeel te komen over die kwesties die in de publiciteit een rol spelen. Als u op zoek bent naar China-deskundigen, dan moet u met dat instituut in Leiden bellen, daar werken mensen, dat zijn China-deskundigen. Hey. Dat moet, dat kunt u doen. Wat u eigenlijk bedoelt nogmaals is van die lul weet er geen donder van. Hè? Want waar kan ik me dan nog over uitspreken? En hoe weten zij trouwens of ik gelijk heb ja of nee? Dus dat kan me wel irriteren. En je kunt zeggen ik ben het er niet mee eens. Dat, dat vind ik een correct standpunt op, op grond van A, B, C, D, E. Hè? Maar dus het idee van is voor ons een machinadeskundige? Nee dat is die niet. ...heeft voor ons een verstand van... ...nou ja, wat hebben we het al zo over gehad? Nee, in het algemeen niet. Ik ben naar krant te lezen... ...en ik gebruik mijn gezond verstand. Bevalt het u niet, ik zou zeggen... ...er zijn ton van fantastische podcasts... Niet waar, ...waar louter China-deskundigen aan het woord komen. Is er, is er een podcast? van podcasts of het was niet? was wel, was wel, ja. En wat is... ...kijk, ik proef hier ook van dat ze eigenlijk... Zelf een heel ander standpunt hebben over China. En dan moet u dus luisteren. Dat is altijd heel verstandig en tegelijkertijd bijzonder onverstandig. U moet luisteren naar die luiden waar u het mee eens bent. Dat is namelijk een van de grote ziektes van onze samenleving. Dat we allemaal clubjes vormen waar we het allemaal met elkaar eens zijn. China is gevaarlijk. Eh, Amerika is een prachtland. Trump is gek. Nou ja. En, en, I iedereen kent die clubjes wel. Feyenoord is een klote club. Eh, Feyenoord is een geweldige club. Eh. U doet er het verstandigst aan om te luisteren naar standpunten waar het u het niet a priori mee eens bent. Eh, dat u, niet, u moet niet alsmaar gloeiend thuis zitten, zie je wel. Ik heb het altijd al gedacht. China, levensgewaarlijk. Eh. Chinezen sowieso. Nou ja. Helder. Dus is Maarten Vrossen een China-deskundige? Nee. Ben ik een frankrijk deskundig? Nee. Ben ik een italië deskundig? Nee. Nee, het is... Sorry dat het zo is. Waar ben je wel deskundig op? Nou ja, wat ik al zeg, ik weet wel wat meer van de geschiedenis van de laatste honderd jaar. Maar ja, ben je dan deskundig? amerika deskundige. Ik, nou, daar ben ik ook... Ik heb dat vaak genoeg, heb ik dat ook in programma's gezegd, maar dat willen ze niet horen. Dat is dat namelijk, dat een Amerika-deskundige, dat is een volkomen idiote terg. Het is een continentale staat met 340 miljoen inwoners. Eh, waarbij enorme grote regionale verschillen zijn. Of jij in het Noordoosten bent of in het Zuidwesten, in het Zuiden of in het Noordoosten of Westen. Dat maakt alle verschil van de wereld. Eh, dus ben ik daar een deskundige? Nee. Ik heb toch vaak gepleit dat het nationaal niet twee Amerika-deskundigen moet hebben, maar vijftig. In elke staat één. Helder. Ik was gisteren, dat vond ik nog wel interessant. Dat moet ik jou nog even vertellen. Ik was gisteren bij een congres van e-bestuur, en dat was de Europese Commissie. En zij werken nu aan een Europese digitale identiteit. Dat is eigenlijk hetzelfde als een soort van ja, wallet, password, paspoort op je telefoon. Digitaal, waarmee jij straks overal in de Europese Unie moet inloggen. Dat is een beetje ja, eigenlijk bedacht als tegenwicht tegen Apple en Google, die natuurlijk allemaal accounts en identiteit in het leven roepen, waarmee je kunt betalen. Je kunt identificeren. De Europese Commissie wil dat in eigen hand houden. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt. Ik weet niet of ik daar gelukkig van word, eerlijk gezegd. Ik zie er het nut niet zo verschrikkelijk van in. Vooral omdat het weer aan je telefoon gekoppeld is. En ja. Ik ken allerlei mensen die hebben niks met die klote telefoon Nee. nee mijn broer heeft een telefoon van 46 euro. De Nokia? Ja, daar kun je alleen maar mee bellen. Je het... kunt er prima mee bellen. Ja. Het is een Nokia, Ja, een piepklein zwart dingetje is het. Ja, daar werkt het niet op inderdaad. Ja, hij heeft geen enkele behoefte aan een smartphone. En ik ken meer mensen die geen enkele behoefte aan een smartphone hebben. Ja. Heel begrijpelijk, omdat het natuurlijk... Het, het is een van de meest tijdvretende he, toestellen die je mensen he, kan aanschaffen. Als je ziet naar nou, al die, die, die tragische verslaafden. He, die tragische meisjes die je dan over straat ziet lopen... terwijl ze maar bezig zijn op die, te teksten op dat stomme ding. Ja. Nou ja, daar in het he, of naar thuis. TikTok te kijken, of weet ik... He, ja, Xi Jinping, die luistert ons allemaal af. Hè? Maar ik kan me wel... Dit wordt waarschijnlijk ook door de Chinezen afgeluisterd. Ja, maar ja, TikTok werkt ook aan een podcastplatform. <laughs> dat gaat best wel. Maar vind je het, want ik snap wel dat de Europese Commissie zegt... Apple en Google zijn er al mee bezig. Je wil natuurlijk het liever ja. in eigen hand houden. Want het gaat om hele persoonlijke gegevens die je straks in die wallet moet gaan zetten. Hè? Ja, maar natuurlijk lang niet iedereen werkt met Apple-apparatuur. Dat is maar ook een betrekkelijk kleine groep. Nou, zij hadden uitgerikt dat je toch heel vaak op het internet ook, of met Google of met Apple te maken hebt. Of Amazon, ook een partij. Dus die hebben dan allemaal jouw gegevens. En als die straks dat soort dingetjes gaan ontwikkelen. En dat ja, doen ja, ze dus dat al. toch. Ja, tot, tot ontzetting van mijn kennis en familiekring. Ben ik nog steeds klant van Amazon? Wat, wat ik, ik hoor van alle zijden, dat het een van de grootste en gevaarlijkste en bloederigste criminele ondernemingen is ter wereld. Maar ja, ze hebben de boel wel goed voor elkaar. Ja. Commissie... Ik ben er ook niet zo verschrikkelijk bang voor al met al. Nee, maar vind je een goed plan van de commissie dat ze dat tegenwicht willen bieden op deze manier? Nou, niet zo. En dat ligt ook vooral aan het feit dat ik er vrijwel zeker van ben dat het plan bij uitvoering zal mislukken. Ik heb geen groot vertrouwen in, laten we zeggen, de digitale kunsten van overheden en semi-overheden. Oké. Okay. Je denkt aan Nederland, waar vrijwel alle digitale wonderen helemaal zo goedheid, hé. Een steeds grotere, duistere, monster, een soort tyrannosaurus rex van het autowezen niet waar, is, is nu verschenen. Daar kan ik er helemaal niet meer uit. Dan moet ik aan de andere kant eruit. Zo jongens, hè. Het is wel inderdaad eh, opwinding in de tent hier. Ja, we hebben dus geen vertrouwen in de digitale kunsten van overheden. Nee. Maar ze kunnen natuurlijk toch bedrijven vragen die dat wel goed kunnen. Ja, maar die blijken het dan als je ze door de overheid vraagt ook niet te kunnen. Die denken natuurlijk van fijn, lekkere cashflow. Hè? Nou, maar fijn aan het werk, tot mislukt er al. Wat is er allemaal niet mislukt op dit terrein? Toch vrijwel alles. Ja, is, veel, ja. is, er, is er één, één digitaal digitaliseringsproject ooit gelukt? Volgens mij niet. Ik denk altijd aan het Communicatie 2000 systeem, wat nooit gewerkt heeft. Ja, die agenten bellen elkaar allemaal gewoon met een 06. Ja, de corona pas Of dat corona-dingetje, dat is natuurlijk ook, uh, dat is ook eerst mislukt, maar uiteindelijk werkt wel dat ding. Jij hebt het ook op je telefoon. Toch? Zeker, zeker. Maar als je naar Amerika reist, heb je er niks aan, want die willen een, 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 een afgedrukt op papier hebben. Heb ik toch verteld dat we daar met die hele club, we hadden zo'n zo echt, ik wijs nu ongeveer 2 centimeter ruimte aan, zo'n dikke map papieren hadden van ieders vaccinatiebewijzen, want je moet alles hebben wat je ooit. Was overkomen op dit terrein. En ik heb er verteld hoe vaak er naar gevraagd is. Nul keer. Nul keer. Ja, 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 ja. oké. Okay. Dus het is flauwekul. De status is nu zo dat de, de commissie nu volgens mij. er een klap op moet gaan geven. en dan gaan ze naar consortia zoeken. die dat dan moeten gaan, gaan realiseren. Ik zou de hulp van Google en Apple inroepen. <laughs> nou, ze hebben daar wel natuurlijk de expertise. maar ja, die kunnen het waarschijnlijk wel. Ja. Ja, Oké, okay. de verwachting is dat dit het publieke debat de komende jaren wel gaat overheersen, dit plan. Ja, ik vind het niet gelukkig, omdat je natuurlijk ook weer in de hand weer allerlei samenzweringstheorieën in feite een veer op de hoed steekt. van Zie je wel, ze willen ons allemaal uh, opschrijven ja. en dan gaan ze ook allemaal uh, portretten van ons verspreiden en dan zijn we altijd herkenbaar en traceerbaar. Dus en, en ja, de grote vraag is toch. Maar is het eigenlijk goed voor? Dat zie ik niet zo. Nou ja, dus dat je, er gaat steeds meer online en je moet je identificeren. Hè, bijvoorbeeld als je een auto ergens gaat huren, dan moet je dus toch je allemaal gegevens achterlaten. Ja, laat je rijbewijs toch, laat je rijbewijs zien. Ja, maar dit is dus een... Veel meer dan je, dan je burgerservice nummer hoef je toch in het nee. algemeen niet te laten zien. Maar dit is dus een digitale variant eigenlijk van een rijbewijs of een paspoort, et cetera. Daar, zo moet je het eigenlijk vergelijken, waarmee je online kunt identificeren. Maar goed, dan kun je kunt je toch online ook met je burgerservice nummer identificeren. Ja, maar dit moet het nog makkelijker maken. Allemaal. En ik moet je zeggen dat ik zoveel mogelijk probeer om aan die, aan die flauwekul. Heb ik wel eens verteld dat je een schoen op het internet bestelt, dat je dan eh, ook werkelijk de hem van het lijf gevraagd krijgt. En dan denk ik altijd: dat doe ik niet. Dan kijk, zoek ik naar een andere site waar je gewoon een, een, een gewone aankoop kunt doen. Nou, dit gaat dan niet om schoenen aan te kopen, maar bijvoorbeeld als je een hypotheek wil afsluiten of een auto wil huren waar je net wat meer gegevens nodig hebt. Iets ja, wil maar huren. Een hypotheek, ja, zou je daar ook niet. Zou, dat alleen, en, zou, je, zou je dat niet verstandigerwijs, even toch aan een hypotheekadviseur moeten vragen? Ja, dat kan. Maar dan, die moet dan natuurlijk wel, als die dat voor jou doet, moet hij jou wel identificeren. Dat jij degene bent die je daar uiteindelijk aanvraagt. Ja, bij mij weet ik heb ook natuurlijk iemand die mijn belastingpapieren invult. Die vult gewoon mijn burgerservicenummer in, volgens mij. Dat moet voldoende zijn. Oké. Okay. Dus ik, ik zou zeggen: laten ze hun, 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 hun creativiteit en, en financiën elders en beter gebruiken. Ik ben er in, in eerste instantie geen voorstander van. Oké. Okay. Dan nog even wat andere vragen. Waarom zegt Amerika niet: ze zijn toch veel sterker? We grijpen één keer in en dan is het voor eens en altijd klaar met die Poetin. En dan hebben we in ieder geval niet meer dit hele gedoe. Ja, dit is een beetje het scenario als we in 1936. Niet waar je Hitler hadden we opgeruimd, dan hadden we geen Tweede Wereldoorlog gehad. Ja, ik zou zeggen, ook bij een dergelijke actie worden hele grote risico's genomen. Hoe zeker ben je van een zaak dat je hem inderdaad in één klap opruimt? Hoe zeker ben je van, van het feit dat hij niet in een onaantastbare kelder leiding kan geven aan een inzet van het nucleaire apparaat wat er is? Hoe zeker beide ervan dat China ook niet zal reageren in een dergelijke situatie. Omdat de Chinezen onmiddellijk zullen denken dat zou ons ook kunnen overkomen. Dus ik zou niet graag dat risico nemen. Het is toch een beetje. Jongens, als nou Poetin eens van de trap viel en zijn nek brak. dan waren we eindelijk van het gedonder af. Dat is ook maar de vraag. Omdat je ook helemaal niet weet of hij bij vervanging. Vervangen zal worden door iemand waar, je, waar we wel redelijk mee door de bocht kunnen. En ja, we zeggen de, de opvolgers zijn nog erger. Ja, misschien wel of niet, dat weten we ook niet precies. Er is, het is een groep, het is geboefte. Die Russische elite bestaat uit geboefte, dat bestaat maar onderbij ook bij geboefte heb je weer allerlei varianten in het geboefte zijn. Ja. Maar goed, ze zei, de Amerikanen hebben bij, bij Saddam Hussein hebben ze wel ingegrepen. Zijn ze het land wel binnengevallen? Wat is dan het verschil hier? Nou, er is een vrij aanzienlijk verschil tussen Saddam Hussein en Irak en, en Rusland en het huidige Rusland. Je kunt zeggen: Rusland is een tweede rangs grote mogendheid. Daar ben ik waar ik ben eigenlijk op aan. Maar, maar Irak was een, was een, is een derde wereldland. <laughs> Ja, wel met een groot leger, maar, maar dat, dat stelde toch tenslotte niet zo verschil. Ja, maar dat is bij Rusland nu toch ook zo? Daar zeggen we toch ook van, Al, we dachten dat het wat voorstelde, maar ze staan in de file en ze weten dat niet ze organiseren. Maar toch is het een heel groot land met, met aanzienlijke hoeveelheden delfstoffen in voorraad. Eh, er wonen toch 130 miljoen mensen, dat kun je van Irak niet zeggen. Eh, nee, ik denk dat daar toch een groot verschil tussen is. Dus en bovendien van... mag ik erop wijzen hoe succesvol... Is het Amerikaanse optreden in Irak geweest? Nou, ze hadden ze er eigenlijk wel te pakken. Ja, die hebben ze wel te pakken gekregen, in boerderij. maar is, is, zijn ze daar strategisch op vooruit gegaan? Nee, 0,0. Wie, wie is de meest invloedrijke partij in Irak? Iran. Waarom? Dat zijn de, de meerderheid van de Irakezen zijn Shiiten, eh, geen Soenieten. Hadden de Amerikanen niet zo goed over nagedacht. Ja. Eh. Ja, maar je kunt ook redeneren, wat was er gebeurd als ze niks hadden gedaan? Dan zat hij, hoe zijn er misschien, ja, in zijn paleis met zijn standen. Ja, en Die standaard. was oud geworden en zo, en het was minder erg geworden. Er was er niks speciaals veranderd. Ja, ja, Poetin wordt ook oud, maar die wordt niet minder erg. Ja, dat moeten we even afwachten. Ik geef toe, wat was hij nu, 69 geloof ik? 70 hè? is hij geworden. Hij is nu 70 ja, geworden. Wat okay. zijn een verjaardag. Nou, nou, ik vind dat hij er voor zijn 70 jaar nog goed uitziet, ja. denk maar, dadig kaboutertje. Maar hij rijdt natuurlijk ook op die, op die, op die beren. Waar zit hij altijd op? Ja, ja, we zitten er maar mee. Hè? Ja. Ja, nou ja, je ziet toch dat de hele afwikkeling van het, het ineenstorten van het, het, zeg maar, het imperium van, van wat de Sovjet-Unie En die Sovjet-Unie was een imperium. Eigenlijk het laatste imperium, omdat natuurlijk alle andere imperia die waren geleidelijk aan in de 20e eeuw natuurlijk verdwenen. Amerika heeft ook een soort imperium, maar dat zit heel anders in elkaar. Omdat het voornamelijk, behalve misschien Latijns-Amerika, eh, mensen zijn die best bij het imperium willen horen. Hè? Veiligheidstechnisch hoort Nederland, horen de NATO-landen tot het imperium van de Verenigde Staten. Die de, de zeer, zeer dominante leider van de NATO zijn natuurlijk. Maar wij vinden dat best. Ja. Wij zijn hele effectieve freeriders eigenlijk. Ja. He, dat je ook zo, zo op de bed, de op de kermis, dat je er ook even op staat en zo, zo rondzwiert. He, dat, dat idee eigenlijk, zonder dat het je een cent gekost heeft. Um, dus ja, zo'n instortend imperium dat heeft vaak hele vervelende naweeën. Voordat dat een beetje de restanten van zo'n ingestort imperium zijn opgeruimd. Denk aan Oostenrijk-Hongarije, dat had ook veel beter kunnen blijven bestaan. Dat is een beetje, misschien een beetje verwaarloosde, oude, charmante villa, maar toch. De, 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 de staten om het even zo te noemen. hebben niets dan ellende opgeleverd, zeg, verschrikkelijk gewoonweg. Ja. Maar dan is dus de conclusie is eigenlijk: we hebben geen oplossing nu voorhanden voor dit conflict. Nee, dat, die hebben we niet. Nee, we hebben althans niet een militaire oplossing. Zeggen van: nou, we gaan even een klap zeggen en dan is het ook helemaal klaar. Nee, dat is er niet. Nee. Oké. Okay. En Poetin gaat gewoon door. Want dit, uh, dat heeft hij op andere manieren ook gedaan. Nou, gaat door. Ik zou dat anders formuleren. Poetin is begonnen met het beperkt houden van de schade. Maar de schade is enorm. In Rusland. Enorm. In ja. Rusland. Aan zijn reputatie. Je begrijpt, hij is natuurlijk als, als laten we zeggen, geopolitieke figuur is die uitgediend. Eh, nee, zijn, zijn, zijn hele modus is voortaan beperking van de schade. Ja. Eh. Maar je weet niet wat hij nog in petto heeft natuurlijk. Alles wat hij mogelijkwijs in petto heeft en waarmee hij natuurlijk voortdurend heeft gedreigd, wat ook al te denken heeft natuurlijk. Want die dreigementen met die nucleaire wapens en die vuile bommen, dat is natuurlijk allemaal een beetje paniekvoetbal. Althans, naar mijn mening. Als hij die, die middelen zou gebruiken, is dat ook wel zijn einde, denk ik. Ja. Maar je weet niet wat er nu allemaal loskomt. Hè? Hij heeft natuurlijk uit Iran die drones gehaald. Nee, gehad. dat is natuurlijk een escalatiegevaar. Ja. Goed, daar is geloof ik het Westen zich heel behoorlijk van bewust dat je uit moet kijken dat de zaak niet uit de hand loopt. En Xi en Poetin zullen ook wel bellen met elkaar. Je weet ook niet wat nou, Xi is naar mijn mening bepaald niet uh, enthousiast over, over Poetin. Ik vond ook hun lichaamstaal bij die ontmoeting, waar was het ook weer ergens In de binnenlanden van Azië, daar zie je ook dat Xi denkt van Jezus, dan heb je de lastpost weer? Ergens is pieterij, dat ik er moet steunen, daar heb ik helemaal geen zin in. Hij heeft alleen maar nodeloze risico's. En daar heeft hij hier natuurlijk groot gelijk in. Heeft hij hier geen zin in? Want heeft nee, hij... natuurlijk heeft hij daar nee. geen beurve in. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay. okay. hey, nog eventjes over China gesproken. Die politiebureaus die wij hier ja, hebben. Ja, daar politie ik van op, moet ik zeggen. Wat voelt je daarvan? Ja, ja al, al, die, al dat type van landen. De Turken hadden toch ook allerlei organisaties hier. die absoluut niet deugden. En die probeerden voor, voor Erdogan de boel hier een beetje. Een beetje op orde te houden. Ja, ze zeggen ruim ze op. Maar dan weet je dat er in no-time weer een nieuw Chinees restaurant ergens open gaat. Eh, wat natuurlijk ook een dubbel functie kan hebben. Hè. Je kunt aan de, aan de voordeur lupia's verkopen en aan de achterdeur kun je de belangen van Xi Jinping eh, dienen. Dat, dat kan, dat is natuurlijk in een open land als Nederland... Een, Heel lastig om dat soort van zaken onder controle ja. te houden. Maar deze mensen, die, want wat was volgens mij een man die tot de Oeigoeren behoort. En die was ook uh, gevolgd door een Chinese agent hier in Nederland. En die werd, was opgebeld en bedreigd. En we gaan je familie. Ja, je er... ziet dat dat kan. Uh, God, je weet dat ook denk, veel van die regimes. Ook buiten de eigen grenzen worden. Als, uh, als ze dat te vinden. Dan ja. zei, oh, wat moet je moeite aan doen? Ja. Nou, en de, en de buitenlandse zaken, ook die zeiden we weten hier niet van. Je weet natuurlijk niet of dat echt zo is. Dat was in ieder geval de verklaring. Maar je zou toch moeten zeggen, de veiligheidsdiensten moeten dit weten en hierop ingrijpen. Ja, ik neem aan dat die dat weten. Misschien hebben ze wel gedacht, nou ja, het loopt zo vaart niet. en ja. Dan kunnen we ze beter laten bestaan en dan kunnen we zien wat ze precies uitspoken. Ze ja, ja, ja. Ja. gaan je niet vertellen of ze het wel wisten of niet wisten ja. natuurlijk. Maar goed journalistiek werk, want RTL en Follow the Money heeft het, uh, hebben het... Uh... Ah, ja, nee, die Follow the Money, dat is een nuttige organisatie. Ja. Als je vraagt of ik lid wil worden, misschien moet ik dat dan maar eens doen. Ja. Maar er is een recessie op komst, een keerpunt voor de economie in Europa. Dat wordt voorspeld in ieder geval en ook Nederland gaat daarmee te maken krijgen. Dat blijkt uit uh, in ieder geval ook weer de jaarlijkse herfstprognose van de Europese Commissie. Maak jij je zorgen en heb je een advies hoe we daarmee om kunnen gaan? Nee, je maakt je maak geen me... zorgen. Nee, ik ben zo oud, uh, lieve luisteraar, dat ik van alles en nog wat heb meegemaakt. Recessies en uh, recessies komt ook altijd weer een einde aan de enige tijd. Krijg je weer een aantal jaren van sterke fijne groei. Bovendien moet je enorm uitkijken met de voorspellingen van de economen. Die zeiden toch ook na de COVID zou al meteen een verschrikkelijke recessie toeslaan. Dat bleek helemaal niet zo te zijn, eerlijk gezegd. Misschien dat er nu tenslotte dan een recessie aankomt. Maar het gekke is dat de arbeidsmarkt nog steeds enorm gespannen is in Nederland. Ja. Waarom dat dan in zit, is niet helemaal duidelijk. Want bij een recessie. Zou toch de spanning op de arbeidsmarkt er wel gauw af moeten zijn? kan dat natuurlijk nog komen, hè? Ja, dat zou kunnen komen. En Want er gaan natuurlijk overal mensen uit, er dus zijn vacatures Je ja, moet natuurlijk uitleggen dat de economie nou eenmaal een proces is van ups downs. Ja. en downs. En het enige waar je voor uit moet kijken is dat de down niet structureel wordt, zoals in de grote crisis. En in principe weten we wel wat we eraan moeten doen als het er heel erg ernstig uitziet. Mm. Maar vaak zijn recessies, ja. Ja, want een recessie is geloof ik al drie, drie kwartalen geen groei, is al een recessie toch? Hmm. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus ja, we moeten het, laten we het nou gewoon eens even afwachten. Nou, Marieke Blom van ING hoorde ik laatst ergens en die zei, we zien het aantal, aan het aantal pinbetalingen, dat dus de besteding van consumenten ook daalt. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de investeringen. Ja, nou, dat bedrijven. ze echt wel twee jaar verrekt veel besteed hebben, als ik het goed heb begrepen. Ja, ja. ja. ja ze kunnen niet eeuwig bangstellen blijven kopen. Dat je zegt, van nou we hebben nou een bankstel staan, maar we willen nog wel eentje extra erbij hebben. Stapelen we op. Ja, dat zijn grenzen aan consumentenbestedingen vanzelfsprekend. Ja, merk jij al in de, in de lezingenwereld dat daar de crisis is toegeslaan? Dat, nee. Nee? Minder lezingen? Nee. Dat is vaak waar je het het eerst ook merkt, hè? Ja, want als er je ergens gemakkelijk op kunt bezuinigen, dan is het wel op een lezing. Ja. Nee, ik ga vanavond naar Schipborg. En morgen naar de, hoe heet het, uh, Theater in Middelburg. Oh, leuk. Ik, ik weet niet of dat een lezing is. Ja, dat heet Theaterlezing. Leuk, leuk om te doen hoor. Ja, en waar ligt die? Dat is waar, moet je naar Middelburg, maar dat ook ja. En waar ligt die eerste plaats? Ik rijd dus niet zelf. Dus, nee, je... dat, weten we, dat weten we. Schipborg ligt iets, ietsje ten noordoosten van Assen. Oh, dan ga je wel alle hoeken van het land weer Dat rustig. kun je rustig zeggen, ja. ja en... Als er iemand grondig kennis heeft gemaakt met het vaderland, dan ben ik het wel. Ja. Ik ben echt in alle uithoeken geweest. Uh, ik uh, bedoel van Vaals tot, tot Rode School, bij wijze van spreken. Ik ben altijd ja, ik ben, ik denk altijd in Nederland van Jemin, het ziet dat land dat er wel welvarend uit. Uh. Want dan kom je in een van die plaatsen die dan natuurlijk in het perifere Nederland liggen en waar, laten we zeggen, uh, het economisch bepaald niet erg dynamisch toe gaat. Maar het ziet daar zelden armoedig uit. De enige schok die ik ooit gehad heb, was uh, Rotterdam bezuiden de Maas. Daar, daar ben ik nog eens gaan wandelen. Ik geloof in de wijk in Noord. Dat je denkt, nou, ik wist niet dat zoiets bestond in Nederland. Maar ja, dat is ook alweer jaren geleden, dus ik weet niet hoe het dan nu daar. Wat zag je daar toen? Ja, armoede. Zag er op straat ook smerig uit. Maar wat is smerig? Ja, dat er overal vieze rommel op straat ligt. Zoals ik, ja, als je voor het eerst in Amerika kwam, dat was in mijn geval in 74. En dat je denkt, grote de groepen gaan toe. Wat een onbeschrijfelijke zooi is dit land, hè? Alleen al de taxirits van JFK ja, naar, dat is waar. Naar, naar, naar Manhattan, dat je denkt van grote grot, allemaal van die half uitgebrande fabrieken, <laughs> het, het is dat je denkt, wat is, is dit, dit voor land? <laughs> nou, was dat ook een dieptepunt van de stad New York te beginnen van de jaren 70. Gaat tegenwoordig in ieder geval met Manhattan een stuk beter. Nee, ik vond het schokkend. Maar is het toch ook als je op die boot zit naar, nou, wat is het Staten Island? Dan kom je er ook aan en denk je ook van: wat, waar kom ik nou in terecht? Ja, maar dat is nog op zichzelf niet een van de armste stukken van ja, New York. Ik vond het toch wel schrikbaar in Duitsland. Ja, nou, precies. Maar ja, goed, ik, ik vond ook de rotzooi op straat. En natuurlijk, dat, dat, dat was voor mij een enorme schok. Dat gebedeld werd overal gebedeld in Amerika. Ja, wel creatief. Ook hè? op de campus werd gebedeld. Ja, maar ze hebben wel leuke boorden altijd. Ik zat nog eens op een bankje op de Boston Common. En dan ging naast mij een keurig uitziende zwarte meneer zitten. Met een fijn telefoontje ook en zo En die, die zei ook al na, na één minuut, ik zei van goedemorgen of weet ik veel wat ik zei. En toen zei hij of ik hem niet twee dollar wou geven, want anders hij niet te eten. En denk ik denk, wat zullen we nou toch beleven? Waar heeft hij dan dat overhemd laten wassen? Nou ja, eh. ja dat, ik vond het. En ja, ik dacht dan, nou, dat hebben we toch in Nederland heel wat beter gedaan. En verdomd, binnen twee jaar. Kon je, kon je het Centraal Station in Amsterdam niet uitkomen of er werd ook gebedeld. Ja. Ja, met de bekende van, als u mij nou drie euro geeft, drie gulden natuurlijk, want dit speelt allemaal lang alleen. Als u mij nou drie gulden geeft, dan kan ik nog net naar Brussel, want mijn tante ligt op sterven en die wil ik toch nog even zien voordat ze doodgaat. Ja. Ja. Maar dat zeggen ze natuurlijk tegen jou en dat zeggen ze ook tegen alle andere mensen. Ja, die daar zeker, zeker doen ze dat. Dus ik, dat is eigenlijk in een vrij vervelende zaak. Dat veel dingen waarvan ik dacht, nou ja, dat is typisch Amerika, dat hebben we in Nederland veel beter op de rails, dat dat hier tenslotte ook vrij snel gebeurde. Ja, ja, ja. En er zijn ook wel eens verhalen dat het dan miljonairs zijn, hè, die bedelaars. Ja, dat was Ronald Reagan, die had die fantasie van die zwarte bedelaar, geloof ik. Een mevrouw in, in Chicago, die, die, die een gigantisch inkomen had en als ze dan een dagje had zitten bedelen liep je door, stap dus in de zwarte Cadillac en geen huis. Dat was een typisch regenfantasietje. Want dat was natuurlijk helemaal niet. Dat was uh, echt pure fantasie, is dat in principe. Ja, zo goed als ik lang gedacht heb dat Nederland eigenlijk wel een verstandig en rustig land was. waar ja, natuurlijk was wat was. En toen kwam Pim Fortuyn. En ja. ik dacht, hoe is het gods mogelijk, niet nietwaar? Dat, dat die hele buitenlandse populistische gekke brigade, dat wij dat ook krijgen. Nou ja, we hebben het volle pond gekregen. Ja. Ja. Maar goed, alle landen in West-Europa toch? Zeker, zeker. Dat is het verschijnsel wat zich overal heeft voorgedaan. Ja. Maar als Amerika ons voorland is in sommige opzichten, met name cultureel en zo, dan uh, hou je haar toch wel een beetje vast. Zullen we nou toch beleven? Nu die geschiedenis. Wat kunnen we nou leren van de geschiedenis? Hoe komt het nou dat velen van u denken dat die geschiedenis best nuttig zou kunnen zijn? Maarten van vertelt het in een luisterboek dat we nieuw hebben toegevoegd aan onze bibliotheek. En de vraag is: heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Dat is een hele concrete vraag. Heb je er wat aan? Het luisterboek vind je via het linkje in de beschrijving. Stel voor, je wil een beetje weten hoe het in de komende tien jaar zal gaan met de EU of met China. Mijn naam is Julia Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van Sea-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker!